Als jij je ergens voor wil profileren, maakt het niet uit of je een handicap hebt of niet, dan ga je er gewoon voor. Dus je hebt dat of je hebt dat niet. Zeg, die drive heb je of die heb je niet. Wat is een leven zonder lied? Enkele akkoorden of een gekke melodie? Zo'n 20 jaar geleden had ik... Ik ben Wouter, ik werk als software developer voor IBM. En wij wonen in Alphen aan de Rijn. Ik heb in 1991 mijn nek gebroken bij een ongeluk bij een stuwmeer in Frankrijk. Ja, ik ben Jet. Ik heb in 2002 een ongeluk gehad waarbij toen ik van mijn paard afviel, tenminste mijn paard viel, dus ik ook. En daar heb ik mijn nek gebroken en een dwarslesie opgelopen. En ik werk nu als jurist en ben ondernemer. En ik ben volledig rolstoelafhankelijk. We hebben elkaar ontmoet in de sport. Toen ik mijn nek brak en in het revalidatiecentrum zat. Ja, het was wel duidelijk. Ik was heel sportief. Ik kwam voor Nederland uit bij de paardensport. En het was duidelijk dat ik heel graag weer wilde sporten. Want ik ging tegen de muren op. En toen zeiden ze, ga rugby, hè? Dat is er op woensdagavond. En daar speelde hij ook. En na een jaar hebben we elkaar echt een beetje leren kennen. Dus ik wilde ook heel snel weer iets doen. Want ik moest ook gewoon bezig blijven. En toen kwam rugby, was echt net in Nederland. Net gestart. En we waren een van de eerste teams die daarmee begonnen. En het was gelijk gewoon een goede klik. Dus dat was heel fijn om inderdaad gewoon like-minded people om je heen te hebben. Dus allemaal mensen die inderdaad gewoon door willen blijven gaan. Verder studeren, werken en sporten. Ja, nadat ik mijn nek brak was echt een gigantische omschakeling. Ten eerste was ik de jongste in het revalidatiecentrum, by far. Ze waren ook aan het twijfelen of ik op de jeugdafdeling zou moeten of gewoon de dwarslesieafdeling. En allemaal mensen in een rolstoel. En daar had ik natuurlijk helemaal niks mee te maken gehad. Dus in eerste instantie wilde ik er niet bij horen. Dat was ik niet. Maar ja, dat is gewoon de realiteit niet onder ogen zien. Het is nou eenmaal zo. En toen ik iedereen leerde kennen, toen heb ik ook geleerd dat ja, het zijn ook maar gewoon mensen, net als jij en ik. We vinden onszelf het waard om niet overheen te kijken. En als je dat van jezelf vindt, dan straal je dat ook uit. En gaan mensen het niet doen, hè? Ja, plus dat inderdaad allebei wel een hele positieve leveninstelling hebben. En zelf ook graag door willen met het leven, zeg maar. Door inderdaad de actieve houding die we zelf hebben. Zowel qua bewegen als qua het aanspreken van mensen. Dat wel een groot verschil maakt. Wat wij altijd, als wij met z'n tweeën ergens naartoe gaan, iedere keer te horen krijgen is van, wedstrijd jij aan het doen? Ja, wat omdat is je mis met goede middag? Omdat mensen gewoon niet weten hoe ze op een manier, niet weten hoe ze moeten reageren op twee mensen die gewoon zelf in een rolstoel zichzelf voortbewegen. De ander heeft een probleem met het feit dat je daar zonder begeleiding rolt. Maar waarom zouden wij begeleiding moeten hebben? Maar dat is het beeld weer, hè? Het is de beeldvorming van een ander dat ze denken, oh god, ze zijn toch niet ontsnapt. Ik denk dat Alphen een veiligere en inclusievere stad zou kunnen worden als ze bij veel projecten van begin af aan meer rekening houden met de verschillende doelgroepen in Alphen. De agenda voor mensen met een beperking en gehandicapten, die is verplicht. En hier in Alphen hebben ze echt een werkgroep en daar doe ik ook aan mee. En daar zijn ze echt serieus mee bezig en ze willen dat ze hopen daar een budget voor te gaan krijgen. Ja, de inclusie om daar en de bereidwilligheid om daar daadwerkelijk iets mee te doen is veel groter in de gemeente. Dat die is in Alphen. Ik heb sowieso nooit echt last gehad, want als ik aangaf dat iets niet in orde is, dan doen ze daar snel wat aan. Ja. Het moet gewoon zo zijn dat iedereen, ongeacht zijn handicap, zonder van alles te organiseren van tevoren naar binnen moet kunnen. Want dat is heel ongelijk. Ja. En dat is niet bewust. Dat is niet expres. En wat is jouw verhaal? Deel het op alpheinclusief.nl. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om stil te staan. Ja, we dansen de zon op.